De fokkerijverordening is van toepassing op paardachtigen, runderen, schapen, geiten en varkens. Deze presentatie is bedoeld voor fokkerijorganisaties die erkenning hebben of willen aanvragen voor het fokken van dieren met fokprogramma's. Daarnaast vertellen we meer over de invulling van fokprogramma's. De regelgeving waar ons team bij RVO mee werkt is Europees bepaald. Opgeschreven in wat we de fokkerijverordening noemen. In deze presentatie gaan we in op erkenning voor fokkerijorganisaties en fokprogramma's voor rassen van verschillende diersoorten aangevraagd door fokkerijorganisaties met erkenning. Waarom vraagt een fokkerijorganisatie een erkenning aan? Het belangrijkste is dat de erkenning Europees geregeld is. Alle erkende fokkerijorganisaties voldoen daardoor aan dezelfde regelgeving. Fokkerijorganisaties met erkenning worden per lidstaat op een openbare lijst gepubliceerd. Doordat alle erkende fokkerijorganisaties volgens dezelfde regelgeving werken, vergemakkelijkt een erkenning de handel in dieren binnen Europa. De fokprogramma's van hetzelfde ras zijn op dezelfde manier vastgesteld. Een voorbeeld. Paard A van ras X in Nederland heeft dezelfde kenmerken als paard B van ras X in Duitsland. Erkende fokkerijorganisaties kunnen gemakkelijk genen van dieren uitwisselen. Zo kunt u uw populatie dieren in stand houden of op een gezonde manier uitbreiden. Ook mogen erkende fokkerijorganisaties zootechnische certificaten afgeven. Een zootechnisch certificaat is nodig voor het inschrijven van raszuivere fokdieren in een ander erkend stamboek of bij het verhandelen van levende producten van dieren. Later in deze presentatie komen we hierop terug. Er zijn zeven voorwaarden voor het krijgen van een erkenning als fokkerijorganisatie. We nemen ze even met u door. Voorwaarde 1: Het hoofdkantoor van de aanvrager is gevestigd in Nederland. Voorwaarde 2. Er is minimaal één fokprogramma bij RVO ter goedkeuring ingediend. Voorwaarde 3. De aanvrager is een fokkerijorganisatie met aangesloten fokkers en fokdieren. Voorwaarde 4. De fokkerijorganisatie beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, apparatuur en faciliteiten om één of meerdere fokprogramma's te kunnen uitvoeren. Voorwaarde 5. Er vindt door de Fokkerijorganisatie controle plaats op de afstamming van fokdieren die meedoen aan het goedgekeurde fokprogramma. Voorwaarde 6. De Fokkerijorganisatie is in staat om gegevens van fokdieren te verzamelen. En de laatste belangrijke voorwaarde is dat de Fokkerijorganisatie een huishoudelijk reglement heeft, met daarin de volgende zaken: Ten eerste, een geschillenregeling. Waarin de mogelijkheid tot het beslechten van geschillen tussen fokkers en de fokkerijorganisatie en tussen fokkers onderling wordt beschreven. Ten tweede, gelijke behandeling van alle fokkers die deelnemen aan het fokprogramma. Als derde, de rechten en plichten van de fokkerijorganisatie. En als laatste, de rechten en plichten van fokkers die deelnemen aan het fokprogramma met of zonder lidmaatschap. Dit lichten we nog even apart toe. Wat zijn de rechten van fokkers die deelnemen aan het fokprogramma? Fokkers mogen deelnemen aan een goedgekeurd fokprogramma. Ze hebben het recht om lid te worden van een fokkerijorganisatie, maar het is niet verplicht. Ze hebben vrije keuze met betrekking tot selecteren en fokken van hun fokdieren. Ze mogen nakomelingen van de fokdieren laten inschrijven in de stamboeken of laten registreren in de fokregisters. Fokkers hebben het recht om eigenaar van hun fokdieren te zijn. De dieren waarmee fokkers deelnemen, hoeven geen eigendom te zijn van de fokkerijorganisatie. Tot slot de vraag: Als een fokkerijorganisatie eenmaal erkenning heeft verkregen, hoe lang behoudt ze die erkenning dan? In principe is een erkenning voor onbepaalde tijd. U dient één keer via de website van RVO een erkenningsaanvraag in. Het is daarbij belangrijk om binnen Nederland minimaal één goedgekeurd en actief fokprogramma te hebben en te houden. Als u, om welke reden dan ook, geen goedgekeurd en actief fokprogramma bezit, dan wordt de erkenning ingetrokken. Dan zijn we nu aangekomen bij het onderdeel fokprogramma. Wat is een fokprogramma? Een fokprogramma is per diersoort en per ras verschillend. Het is een samenvatting van informatie over het ras. En komt voort uit de reglementen van de fokkerijorganisatie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een omschrijving van de rasseneigenschappen. Het fokprogramma is een document met een standaard layout met daarin punten die volgen uit de fokkerijverordening. Meer over deze punten volgt. Bij RVO kunnen erkende fokkerijorganisaties goedkeuring voor één of meerdere fokprogramma's aanvragen. Een fokprogramma. Wordt altijd voor één ras opgesteld. Goedkeuring voor een fokprogramma vraagt u aan via de website van RVO. Op de volgende dia ziet u waar. Dit is de webpagina waar u een fokprogramma kunt indienen. U gaat voor deze pagina naar mijn.rvo.nl. Een fokprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. Hier ziet u een overzicht. Niet elk punt hoeft van toepassing te zijn. Maar de meeste onderdelen zijn verplicht. Hierna volgt een korte toelichting per punt. Bij punt 1 vult u de gegevens van de organisatie in. Voor organisaties van paardachteren is het belangrijk om bij dit punt te vermelden of het gaat om het stamboek van oorsprong of dat de organisatie een dochterstamboek is. Op het moment dat de organisatie een dochterstamboek is, Vermeld u het stamboek van oorsprong voor het ras. Daarnaast moeten de beginselen van het stamboek van oorsprong in het fokprogramma opgenomen zijn. Bij punt 2 vult u het fokdoel van het fokprogramma in. Dit is eigenlijk de basis van het fokprogramma. Er zijn vier verschillende fokdoelen in de regelgeving beschreven. Deze vier fokdoelen zijn 1. In standhouding van het ras 2. Verbetering van het ras. 3. Creatie van een nieuw ras. En als laatste de reconstructie van een ras. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, afgekort CGN, kan advies geven met betrekking tot de fokdoelen. Bij punt 3 vult u de naam van het ras in. Dit kan zowel de Nederlandse als buitenlandse naam zijn. Bij punt 4 beschrijft u gedetailleerd de eigenschappen van het ras. Waaronder ook de genetische bijzonderheden of defecten van een ras als die van toepassing zijn. Daarnaast kunt u eventueel vermelden of het ras met uitsterven bedreigd wordt. Voor schapen geeft u aan of het om een landras gaat. Bij punt 5 beschrijft u de selectie- en fokdoelstellingen. Deze hebben zowel betrekking op de kwalitatieve als de kwantitatieve eigenschappen waar met het fokprogramma naartoe gefokt wordt. Is het fokdoel verbetering van het ras, dan is er vaak sprake van een selectie van fokdieren. De evaluatiecriteria voor de selectie van fokdieren moeten verband houden met de selectiedoelstellingen. Wanneer een organisatie heeft aangegeven op dikke wol te selecteren, dan moet uit het prestatieonderzoek duidelijk worden dat dit gebeurt en hoe. Bij punt 6 geeft u aan in welke lidstaten uw organisatie actief is. In het fokprogramma geeft u per lidstaat waarin u actief bent de activiteiten, het gebied, denk aan lidstaat of deelstaat en het aantal fokkers en fokdieren aan. Wilt u uw fokprogramma ook uitvoeren in een andere lidstaat, dan moet u hiervoor goedkeuring aanvragen. Dat doet u via mijn.rvo.nl. Daarna zetten wij uw aanvraag door naar de bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat. Die beoordeelt vervolgens uw aanvraag. Bij punt 7 geeft u informatie over het systeem voor de identificatie van fokdieren. Het fokprogramma beschrijft op welke manier de organisatie de dieren identificeert. Dit kan bijvoorbeeld met een chip, een oornummer of een DNA-analyse. Controle kan via stallijsten. Voor paardachtigen gelden extra regels met betrekking tot de identificatie. Identificatie wordt gecontroleerd aan de hand van een dekscertificaat of eventueel met behulp van een DNA- of bloedgroepanalyse. Wanneer een fokdier gebruikt wordt voor de winning van sperma voor kunstmatige inseminatie, is identificatie door middel van bloedgroep- of DNA-analyse vereist. Team fokkerijregelgeving. Werkt binnen RVO samen met collega's van identificatie en registratie. U kunt bij hen terecht met vragen over onder andere identificatie en registratie van dieren op locatie of de uitgifte van paspoorten. Mail uw vraag naar een van de mailadressen uit deze dia. Bij punt 8 beschrijft u het systeem van de registratie van de afstamming. Het registreren van de afstamming waarborg dat dieren raszuiver zijn. In het fokprogramma geeft u het proces van verkrijgen, verwerken en bijhouden van deze gegevens weer. Punt 9 vult u alleen in wanneer het fokprogramma de creatie of reconstructie van een ras als fokdoel heeft. Bij de creatie van een ras mag er in een andere lidstaat of in een derde land nog geen ander erkend stamboek voor dit ras zijn. Voor de reconstructie van een ras moet het ras gevaar lopen om te verdwijnen of zelfs al verdwenen zijn. Als een fokkerijorganisatie voor één van deze fokdoelen kiest, dan moet zij een gedetailleerd plan opstellen. In het plan staat hoe de organisatie het ras wil creëren of reconstrueren. Dit plan moet worden opgenomen in het fokprogramma. Bij deze fokdoelen is er een soepele inschrijving van de dieren in de hoofdsectie mogelijk. Punt 10 vult u alleen in als er prestatieonderzoek wordt uitgevoerd, onder prestatieonderzoek vallen bijvoorbeeld keuringen en inspecties. In het FOK-programma moet beschreven worden hoe prestatieonderzoek uitgevoerd gaat worden. Voor runderen, varkens, geiten en schapen geldt dat de methode wetenschappelijk aanvaardbaar moet zijn. Bijvoorbeeld volgens de regels van ICAR. ICAR staat voor International Committee for Animal Recording. Prestatieonderzoek kan ook aan een derde partij worden uitbesteed. Punt 11 vult u alleen in als er genetische evaluatie wordt uitgevoerd. Met behulp van genetische evaluatie worden fokwaarden berekend. In het fokprogramma beschrijft u hoe de genetische evaluatie uitgevoerd gaat worden. Voor runderen, varkens, geiten en schapen geldt dat de methode wetenschappelijk aanvaardbaar en betrouwbaar moet zijn. Een voorbeeld hiervan is de methode MixBlub. Het is mogelijk om genetische evaluatie aan een derde partij uit te besteden. Bij punt 12 beschrijft u de indeling van het stamboek. Een stamboek bestaat uit een hoofdsectie en eventueel uit één of meer aanvullende secties. Een aanvullende sectie is niet verplicht. De hoofdsectie is voor dieren die raszuiver zijn, op basis van afstamming. De hoofdsectie kan worden onderverdeeld in klassen, met onderscheid in bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en genetische aanleg. In een aanvullende sectie komen dieren die niet raszuiver zijn, maar wel voldoen aan de rasseigenschappen. Het dier moet dus wel aan de uiterlijke kenmerken voldoen, maar de ouderdieren mogen onbekend zijn. Als er een aanvullende sectie is, dan moet opwaardering naar de hoofdsectie voor de nakomelingen mogelijk zijn. Dit is bedoeld om nieuwe genen in de populatie te krijgen. Bij punt 13 geeft u aan hoeveel fokkers en fokdieren deelnemen aan het fokprogramma. Een fokkerijorganisatie moet aantonen dat zij over voldoende fokkers en fokdieren beschikt om het fokprogramma te kunnen uitvoeren. Om een gezonde populatie te behouden, moeten fokkers genen van fokdieren kunnen uitwisselen. Dit is voornamelijk van toepassing op rassen die met uitsterven bedreigd worden. Voor zeldzame rassen kan de Stichting Zeldzame Huisdierrassen advies geven. Bij punt 14 beschrijft u het inteeltbeleid en of beleid voor erfelijke gebreken. Het opstellen van zo'n beleid is niet verplicht volgens de fokkerijverordening. Als het inteeltpercentage hoger is dan 1%, Wordt geadviseerd om een beleid op te stellen. Heeft u vragen of twijfels over Intilt met betrekking tot uw FOK programma, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het CGN. Op de website Fokken met Verstand vindt u algemene informatie over dit onderwerp. Bij punt 15 geeft u aan of uw organisatie zo technische certificaten afgeeft. Dit zijn certificaten waar gegevens over een specifiek dier of levend product op vermeld staan. Het gaat dan om informatie over de afstamming, de identificatie en, indien beschikbaar, resultaten van prestatieonderzoek of genetische evaluatie. Dieren en levende producten die worden verhandeld en ingeschreven in een ander erkend stamboek, moeten een zootechnisch certificaat hebben. Een fokker vraagt dit certificaat op bij het stamboek waar het dier op dat moment staat ingeschreven. Het certificaat wordt afgegeven door de erkende fokkerijorganisatie. Voor de certificaten is er een vastgesteld format. Deze zijn te vinden op de website van RVO. Voor paarden geldt dat het zootechnisch certificaat onderdeel van het paardenpaspoort is. Voor alle diersoorten geldt dat derde partijen zoals spermacentra of embryo teams zo technische certificaten voor levende producten mogen afgeven. Dat is vooral handig als bijvoorbeeld rietjes sperma worden verhandeld of embryo's worden vervoerd voor transplantatie. Derde partijen die namens erkende fokkerijorganisaties certificaten afgeven, dienen erkend te zijn door de NVWA en moeten door de erkende fokkerijorganisatie worden opgenomen in het fokprogramma. Bij punt 16 Beschrijft u het aantal medewerkers, de functies die zij hebben, de aanwezige faciliteiten en apparatuur. Punt 17 Vult u in als een derde partij bepaalde zaken uit het fokprogramma uitvoert. Deze derde partij moet voldoen aan de vereisten om de betreffende activiteiten uit te mogen voeren. De erkende fokkerijorganisatie blijft eindverantwoordelijk. Er mag geen sprake zijn van een belangenconflict. Wilt u iets wijzigen in uw goedgekeurde fokprogramma? Dat moet u eerst voorleggen aan RVO. Wijzigingen indienen gaat via mijn.rvo.nl. Tot zover de introductie van de Fokkerijverordening. Hartelijk dank voor uw aandacht. Meer informatie vindt u op de website van RVO.